lag het er verlaten en vervallen bij. Maar het Dirkzwagerterrein krijgt een makeover. Vervallen gebouwen worden gesloopt en andere worden opgeknapt. Onder aanvoering van bouwbedrijf Van Wijnen wordt er, als alles goed gaat, een spiksplinternieuwe wijk geboren aan het randje van het centrum van Schiedam. Ja, Kim, dat Dirkzwagerterrein, dat terrein waar je soms in een verlaten wandeling even langsriep, al die oude panden zag en dacht, wat zit hier nou eigenlijk? Daar wordt nu enorm druk gesloopt en weer opgebouwd. Ja, dat klopt. Ja. En het is jarenlang echt heel verlaten geweest. En nu is het leuke dat er echt heel veel gebeurt. Dus er wordt gebouwd en er wordt gesloopt en archeologie wordt er gezocht en gedocumenteerd. Dus nu is er echt beweging. Nu is er echt beweging. Er werd net al gezegd, eigenlijk reist er een soort van klein dorpje hier zo aan de rand van het centrum. Jullie zijn druk woningen aan het bouwen. Hoeveel woningen komen daar? Er komen zo'n 130 nieuwe woningen. Dus we zijn nu met de eerste fase in aanbouw. En dat zijn er 26. En die zijn maart, april volgend jaar klaar. En de rest komt nog in opvolgende fases. Dus zijn we nu druk met het ontwerp. En uiteindelijk natuurlijk het gereed maken van de terrein. En dat is wat men nu kan zien. Ja. Hoe lang gaat het hele project in beslag nemen? We hopen eind 2025 klaar te zijn. Ja. Dus het heeft nog wel even nodig. Ja. Een van de vragen die door Schiedammers het meest wordt gesteld op Facebook is, zijn dit nou ook een keertje woningen in een betaalbaar segment? Nee. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Nee, in Dirkzwager komen voornamelijk koopwoningen. En natuurlijk is dat naar de marktstaven. Maar dat zijn woningen vooral in de duurdere categorie. Verwachten jullie daar dat daar Schiedammers komen wonen? Zeker, dat hebben we al gezien in de eerste fase. En dat heeft me eigenlijk zelfs een beetje verbaasd. Want we hadden zoveel Rotterdammers ook die ingeschreven stonden. En het merendeel van de kopers komt uit Schiedam in de eerste fase. Ja. Dat is in ieder geval leuk. Dan blijft het gewoon nog een beetje in onze mooie stad. Zeker. Heel veel woningen, alleen woningen of ook nog andere bestemmingen die er komen? Ja, zeker. We willen echt dat het een bruisende woonwijk wordt. Het is natuurlijk in de binnenstad. Dus geen wijk die wat verder naar de rand ligt, die dus alleen bestemd is voor wonen. We willen ook dat het een combinatie wordt van wonen, werken en recreëren. Dus in de monumenten komen ook veel andere bestemmingen. Dus die worden allemaal getransformeerd, die worden behouden. Die zijn natuurlijk het hart van het project, want die geven de historie weer van de plek. En die maken het ook zo'n mooie plek. Dus daar komen ook andere functies in. Dus, Kun je daar iets over vertellen? Ja, er komt een hotel. Een boutique hotel met een restaurant. Dus dat is heel bijzonder. Voor de drillschuur zijn we met partijen bezig. Ook om daar ook een horecafunctie in te krijgen. Zodat er aan het nieuwe plein wat er gecreëerd wordt. Dus dat is ook de reden dat er ook gesloopt wordt. Niet alleen voor de woningen, maar ook om nieuwe pleinen en openbaar groen ook te creëren. Dus willen we graag een restaurant. Maar ook short stay huur bijvoorbeeld. De Sint-Joris Doelen, die komt in een nieuwe vorm weer terug. Dus, Nou is de Sint-Joris Doelen natuurlijk ook echt wel een beetje een icoon zo aan de rand van dat centrum. Zeker, ja. Jullie zijn nieuw aan het bouwen in een stukje waar ook heel veel oud staat. Hoe combineer je dat met elkaar? Ja, dat is best een puzzel om dat goed in te passen. Dus samen met de gemeente hebben we daar best wel eventjes over gedaan om die monumenten echt een prominente plek te geven in de wijk. Maar ook nieuwbouwwoningen te kunnen realiseren. Want uiteindelijk is er ook een woningnood. Dus dat is ook de drager uiteindelijk van het project. Dus, het lijkt me best een uitdaging. We hadden het net al even in het gedeelte wat van de redactie wat net werd uitgezonden. Ging het ook echt over het stukje energie en duurzaamheid. De gemiddelde zonnepaneel is natuurlijk spuuglelijk. Dus het kan me voorstellen dat het echt wel een puzzel is om monumentale panden met nieuwbouw en duurzaamheid te combineren. Ja, en dat vind ik het leuke aan het project, dat het zo'n puzzel is. Ja, en daardoor ben ik ook met vol enthousiasme al jaren eigenlijk daarmee bezig om dat op een goede manier in te passen. Want het is in de binnenstad, daardoor zitten er bepaalde regels natuurlijk aan ontwerp. En samen met de gemeente proberen we dat zo goed mogelijk in te passen en inderdaad die monumenten ook een prominente plek te geven. En inderdaad zo'n zonnepaneel, die doen we dus aan de achterzijde van de woningen, zodat die niet in het straatbeeld in het zicht zijn. Natuurlijk moeten ze ook duurzaam zijn, dat
willen we ook. Dat willen we voor onze kopers van de toekomst. Maar ja, het oog wil ook wat. Ja. Nou ja, dat weet je. En het hele stuk duurzaamheid, zeker gezien deze enorme energiecrisis, natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Ja. Wat zijn punten waar jullie echt op hebben gelet met dit project? We hebben ook heel veel geïnvesteerd naast de woningen die natuurlijk gasloos zijn en inderdaad voorzien van PV-panelen, maar ook in het openbaar gebied. Want ik denk dat we daar uiteindelijk nog een groter verschil kunnen maken dan in de woningen zelf. Voor de kopers zijn we ook echt bezig met een stukje bewustwording. Ook hoe ze hun tuin moeten inrichten en zo. Maar zeker in het openbaar gebied, omdat er zoveel openbaar gebied ook voor terugkomt in Dirkswager, hebben de pleinen ook een dubbele functie. Dus eigenlijk als verblijf- en ontmoetingsfunctie. Maar zeker ook om bijvoorbeeld water te bergen en om groen te planten. Dus niet alleen bomen, maar ook onderbegroeiing. Zodat ook de biodiversiteit een kans krijgt. Dus de dieren ook voedsel hebben en kunnen leven. Dus zo wordt water geborgd. En ook met de hevige buien en klimaatverandering. Wordt daar rekening mee gehouden? Ja, want als straks dit project staat en dan komen de welbekende stortbuien naar beneden, waar gaat dat water heen? Ja, dat is wel bijzonder. Het Dirkswager-terrein is echt een historisch terrein, waardoor Dirkswager en daarvoor nog andere ook distilleerders natuurlijk mout, wijn, jenever en andere drankjes werden geproduceerd. En daar was ook een hele grote alcoholkelderopslag. Dus echt een kelder vol met alcohol. Er stond een gebouw op die diende ook alleen maar om die kelder naar beneden te drukken. Als je er binnen kwam, dan kwam de walmie nog tegemoet, ondanks dat er geen druppel meer in zat. Maar die hebben we omgebouwd tot waterberging. Dus als er heftige regenval op het plein neerkomt, dan gaat dat via de plantvakken, via goten, naar de waterberging. En daar wordt het geborgd. En op de andere pleinen doen we dat ook door middel van filtratiesystemen in de grond. En wat doe je uiteindelijk met dat water dat geborgd is? Want ergens zit die kelder een keer vol. Ja, die kelder zit vol. Er zit altijd, dat is noodzakelijk, een overloop naar het riool. Maar dat kan dan met een vertraging, zodat het riool dus niet overloopt. En dat is wat er helaas nu gebeurt in veel wijken. Dat het riool het niet aan kan. Dus eigenlijk als je droge voeten wil houden, moet je nu een woning kopen bij het Dirkswager-project. Hey, wat zijn de grootste uitdagingen op dit moment? Want het zijn een aantal verschillende fases. De eerste fase is nu begonnen. Ben je al tegen dingen aangelopen waarvan je dacht, hier lig ik toch echt wel wakker van nu? Ja, eigenlijk wel. Ja, dus de archeologie is super bijzonder, maar ook echt een hele vertragende factor in het project. Het is van het grootste belang dat het wordt gedocumenteerd. En het is natuurlijk extra bijzonder dat je op zulke historische grond eigenlijk letterlijk woont. Maar dat betekent wel dat archeologen gewoon maanden bezig zijn om alles te documenteren. En, ja. Zijn er bijzondere dingen gevonden? Ja, zeker. Er zijn oude burgemeesterswoningen is er gevonden. Er zijn een heleboel vaten en kelders. En dan niet een paar, maar gewoon 50 meter bij 50 meter bij elkaar. Dus er zijn wel bijzondere dingen inderdaad gevonden. Ja. En dan kun je natuurlijk niet zomaar even doorbouwen. Nee. Dan moeten daar eerst even een paar mensen met kennis van zaken naar kijken. Ja, zeker. De eerste fase is gestart. De tweede en derde fase die komen nog. Als er nou Schiedamse kijkers zijn die zeggen, hey, dit klinkt ontzettend interessant. Waar kunnen ze terecht? Op de website. Op de woonbeurs, 8 oktober, zijn we ook aanwezig met een stand. Maar op de website, als ze nu willen kijken, dirkswagerschiedam.nl, daar staat het aanbod inderdaad wat er toekomstig ook komt. Kun je inschrijven voor de nieuwsbrief en word je op de hoogte gehouden. En het is een heel divers aanbod en dat is ook het leuke. Dus van appartementen tot grotere herenhuizen, kleinere eengezinswoningen en eigenlijk alles wat ertussen zit. Dus voor ieder wat wil, zodat we ook echt een diversiteit in de wijk krijgen met verschillende type mensen. Ja. Heel erg leuk. Ik ga je ontzettend veel succes wensen. Dank je wel. Ik begrijp dat er veel bij komt kijken.